zegt, ik ben van oorsprong Brabants. Hoe kom je dan in Oezbeek terecht? Ja, maar dat is een heel verhaal. Oh. Dat is via. Eens even kijken, zal ik het vertellen? Is het een boeiend verhaal? Nou, dat weet ik niet. In ieder geval geen gewoon verhaal. Laat ik het kort zeggen. Ik ben ongeveer 7 jaar bezig geweest met een kloosterweg, noem ik dat. Ik heb 3 jaar daarvan in een klooster, slotklooster gezeten. Dus ik heb zelfs habijt aangehad. En toen ben ik daar weggegaan en toen had ik een nieuwe plek nodig. En vrienden van mij wonen hier. Dus die heb ik gebeld. Nou, en hij is aan het zoeken gegaan. Toen ben ik op Stegelhof terechtgekomen. En via Stegelhof ben ik bij de pastoor terechtgekomen. Op de pastorie heb ik ongeveer 5 jaar gewoond. Heb ik voor de pastoor en de parochie een beetje gezorgd. En hij is helaas overleden vorig jaar. Die ging naar geen zijde. En dat is nu ruim een jaar geleden. En toen had ik 3 maanden om de pastorie leeg te ruimen. En ondertussen kreeg ik weer via dit huis. Kreeg ik niet, dan mag ik huren. Dus vandaar dat ik nu hier zit. En nog steeds in Oorsbeek, inmiddels 9 jaar denk ik of zo. Maar dat heeft u toch nog best wel snel en kort samengevat, dat verhaal. Knap. En dus, dat prachtige hangertje wat u draagt, ja, mooi, dat heeft voor u ook een hele, echt een hele bijzondere betekenis. Ja, zeker, zeker. En nu ben ik inmiddels ook koster van Oorsbeek. We zijn nu met z'n tweeën. We hadden er 3, waarvan ook 1 is overleden. En eigenlijk zijn we nog wel met z'n 3, maar wat we nu doen met z'n 2. En nu ben ik koster en de deken heeft mij tot hoofdkoster gebombardeerd. Dus ik blijf de taak in de kerk houden en dat is fijn. Dus ondanks dat u niet meer deel uitmaakt van de kloosterorde, bent u nog altijd een volwaardig dienares van God? Juist, ja. Ja, want mijn geloof is mijn geloof, hè. Ik bedoel, dat is, door het weggaan in het klooster is daarin niks veranderd. Integendeel zelfs. En ook het zijn bij de pastoor bijna 5 jaar heeft verdieping gebracht. Ja, dus, zou je het kunnen zeggen. Dus pastoor, die helaas naar gene zijde is verhuisd, dat was iemand die voor inspiratie zorgde? Dat was een boeiende gesprekspartner? Ja, onder andere. Ja, want zo ben ik ook bij hem terechtgekomen. Hallo, daar gaan. Hij had een assistent 32 jaar lang. En hij kwam zij kwamen uit Holset. En toen is hij vanuit bisdom hier naartoe verplaatst, want het was nodig. En een jaar later is Therese overleden, zijn assistente. Toen heeft hij het 4 maanden alleen geprobeerd, maar dat ging niet. Hij kampte met gezondheidsproblemen en zo. En toen is hij eigenlijk via Therese bij mij terechtgekomen. Therese had tegen hem gezegd, je zou Hanna kunnen vragen. En toen zei hij van nee, want kun je voorstellen, na 32 jaar. Maar hij was toen nog geen 50. Hij was nog jong, relatief gezien jong. Maar hij vroeg mij. En toen heb ik 3 maanden, 3 dagen per week lopen helpen bij hem en zo. En van het een kwam het ander. En toen vroeg hij of ik wilde blijven. En dat heb ik gedaan. Dus zo ben ik in de kerk gebleven, zeg maar. Van welke kloosterorde heeft u deel uitgemaakt? Uit het slotklooster 3 jaar uiteindelijk in Weelde, in België. Maar het is allemaal de Rooms-Katholieke Kerk. Dus ik heb allerlei richtingen uitgeprobeerd. Want er is dus een groot verschil tussen slotklooster en congregatie. De zusters die naar buiten gaan, die werken en heel veel doen voor de gemeenschap. Dus zoals vroeger was. Hè. Dus een slotklooster is heel... Dat gaat echt over het gebed. Ja, er zijn slotkloosters, zusters die... Ik ben een beetje... Hoi. Een beetje aan het bibberen. Er komt een klaag in mijn suiker. Dus ik moet zo meteen wel eten. Oh. Ik heb al uren hard gewerkt. Maar... Er zijn veel zussen die maken priesterkleding en hosties en dat soort dingen. Maar een slotklooster is binnen. Kun je dat vergelijken met bijvoorbeeld de kloosterorde in Stijl?
in stijl. De Roze Zusters? Nee, dat is een congregatie volgens mij. Oh, dat is een congregatie. Dat denk ik hoor. Volgens mij... Wanneer bent u ingetreden? Ik ben begonnen toen... ik ben gaan zoeken toen ik 49 was. Dus ik was vrij oud. Wat voor heel veel kloosters een bezwaar was. Maar uiteindelijk ben ik opgenomen in Weelde, in België. Die zusters was echt heel lief, heel fijn. En dat was een paar jaar later. Dus, dan moet ik rekenen. Ik denk dat ik 55 was, want volgens mij woon ik al 9 jaar dus in Oorsbeek. Dus ik was 55 toen ik weer uit het klooster kwam. Dus dan kun je terugrekenen, 3 jaar daar geweest. En die jaren daarvoor zoeken, echt door heel Nederland ben ik zo ongeveer geweest. Dus u leefde letterlijk in Weelde? Ja, zo zou je het kunnen doen. Voelde het ook zo? Zo zou je het kunnen zeggen, ja, ja en nee. Maar dat is... Is die man nou voor de stoepen schoon te maken? Ja. Maar hij doet niks. Nou, er zit een brander op. Je ruikt het zelfs. Ja, ik ruik niet meer zo tegenwoordig. Maar kijk, dit hoef ik er in principe dus niet uit te halen. Hè? Nee, dat moet hij doen. Ik denk dat hij nog een keer terugkomt voor de andere kant. Ja, ja. Ik ben weggegaan uit Weelde omdat ik ben geen groepsmens. Dus je leeft dan wel in stilte en gebed, maar bent wel met een groep zusters. Dus ik blijk dus geen groepsmens te zijn. Meer gewoon, nu zijn we met z'n vieren, maar meer één op één. En een kleine groep, dat soort dingen. Maar niet voor een slotklooster. Dus hier ben ik veel beter op mijn plek. Ja. Ja. Maar dat is dan wel de winst die het u gebracht heeft. Want vooral daardoor bent u erachter gekomen dat u geen groepsmens bent. Ja, precies. Dat is het hele pad geweest. En waarom wilde u graag deel uitmaken? Waarom wilde u het klooster in? Want u heeft er jaren naar gezocht ook. Ja. Alles bij elkaar heeft 7 jaar geduurd, dus met die 3 jaar erbij. Omdat ik heel veel, al heel lang, behoefte had aan rust. Gebed, meditatie, allemaal niet dat wereldse gedoe. Maar blijkt, was van tevoren, want ik was 49. Was van tevoren en is daarna ook in het gewone leven... kun je gebed opzoeken en meditatie. Dus daar heb ik het klooster niet voor nodig. Nee, maar het is een goede leerschool geweest. Echt een hele goede leerschool. Wat is de belangrijkste les die u geleerd heeft? Het belang van gebed en meditatie. Dat. Ik heb meer geleerd van mijn geloof. Ik heb meer geleerd... Ik heb lang geworsteld met het woord God in mijn jeugd. Altijd gebeden, maar God, wie is dan de God? Hè? Die man op die wolk met die lange baard. En daar heb ik heel lang mee geworsteld. En daar heb ik in het klooster meer duidelijkheid in gekregen. En ook, dat klinkt misschien heel, heel overdreven, maar ik durf het tegenwoordig hardop te zeggen. Mijn liefde voor Jezus. En nou klinkt het misschien als, weet ik veel wat, maar het maakt niet uit. Mijn liefde voor Jezus is intens gegroeid. En ook moeder Gods, Maria. Ja, en voor mij, er zijn allerlei theorieën over Jezus. Hè? En de Bijbel, dus de katholieke kerk, dat is het geloof. Dat is zo ik gedoopt ben en waarin ik geloof. En daarin ook bepaalde dingen een eigen visie op heb. En tegelijkertijd de Bijbel, want dat is klooster, hè, dus veel de Bijbel, staat vol prachtige dingen, prachtige verhalen en wijsheid. En zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Dus daar heb ik heel veel uitgehaald. Bent u gelukkig? Ja, nee. Ja, nee. Ik merk, hier wonen is natuurlijk paradijs, daar bof ik mee. En ik merk, want ik heb ook nog een moeder, hè. Ik heb nog een moeder.
En mijn moeder is ook altijd heel erg op zichzelf, heel individualistisch, et cetera, et cetera. Maar met het ouder worden merkt ze, bijvoorbeeld hulp nodig hebben. Hè. Ze had goede hulp, die gaat dood. Maar ook weggaan en weer thuiskomen. Ze heeft heel veel gedaan, echt heel veel. Maar nu ze is 85, nu wil ze dat niet meer, maar zou een partner, in de zin van gewoon een gezellige man, niet om mee samen te leven, maar gewoon een gezellige man om naar musea te gaan, een reisje, weet ik veel, een beetje verwend worden en zo. En ik merk zelf met ouder worden dat er aan het veranderen is. Ik kan heel goed alleen zijn, godzijdank. Maar soms mis ik gewoon, ja, nu met die corona mist iedereen de knuffel en de dingen, hè. Maar ik merk met ouder worden dat het aan het veranderen is. Dat het ook gezellig kan zijn, een leuke man. Daar zou u voor openstaan? Ja, daar nog niet. Maar je weet ooit nooit, hè. Je weet ooit nooit. Het is niet zo dat ik mijn leven lang alleen ben geweest, hoor. Nee. Maar je weet ooit nooit dat ze nou echt, gewoon een gezellige, niet al te oude man. Je weet het niet. Maar ik sluit het ook niet uit. Ik zoek niks. En nu laten we eerst maar eens eventjes. De pastoor is nog geen jaar. Ja, die is nu ruim een jaar dood. En ik ben ook nog in de rouw. Ja, het was allemaal heel heftig. En Je weet nooit wanneer het op je pad komt. Zo is dat.